afspraak van het parket van Brussel verspreidt de politie volgend opsporingsbericht. Op vrijdag 19 februari 2021 omstreeks 2:50 werd in Oudergem een diefstal met braak gepleegd in een apotheek gelegen in de Guillaume-Poelslaan. Een persoon forceert het rolluik van de zaak. Vermoedelijk krijgt hij hulp van een tweede persoon, maar deze blijft buiten staan. De dader glijdt onder het rolluik door en gaat de apotheek binnen. Op handen en voeten verplaatst hij zich naar de kassas. Hij opent een eerste lade en steelt het geld. Vervolgens gaat hij naar de andere ruimtes en doorzoekt ze. Hij keert terug naar de toonbank en zet zijn zoektocht naar geld verder door de lades open te trekken. Hij keert nog één keer terug naar het labogedeelte, welke hij snel doorzoekt. Hij verlaat de plaats zoals hij gekomen is. De dader is 20 jaar oud en mager. Hij heeft een smal en ingevallen gezicht. Hij heeft krullend haar dat aan de zijkanten opgeschoren is. Op het ogenblik van de feiten droeg hij sportkledij van het merk Adidas met een logo op de linkermouw en baskets. Herkent u deze persoon of hebt u meer informatie over deze feiten? Neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0.